ja, wij stralen uit dat wij een inclusieve stad willen zijn. Iedereen moet hier kunnen zijn wie of hij of zij is. En dat geldt voor LHBTIQ, dat geldt voor huidskleur, dat geldt voor religie. Wij zijn een open stad, een regenboogstad. Nou, ik hoop dat veel mensen het weer zien. Hey, de regenboogvlag wappert op het stadhuis. Dat is acceptatie van LHBTIQ-mensen. En ja, het liefst hoop ik ook natuurlijk dat mensen uit de kast durven komen door deze week. Dat ze zeggen, yes, het is deze week en nu gaat het gebeuren. Het is broodnodig als je hoort wat er nog allemaal gebeurt. Dat mensen durven soms niet op straat te lopen, tenminste niet hand in hand. Ze durven zich niet te uiten op straat. Er zijn ook mensen die natuurlijk de moeite mee hebben om ervoor uit te komen. En dat heeft ook te maken met je achtergrond, culturele achtergrond, geloof. Geef iedereen de tijd om te ontdekken wie hij, zij, hen is. En dat begint al op scholen, bij de opvoeding. Het moet gewoon duidelijk zijn dat iedereen mag wezen hoe je wil zijn. Heel belangrijk. We hebben op het Zaanlands hebben we een Gender Sexuality Alliance, een GSA. En samen met de GSA van het Zaanlands proberen we ook de GSA's op de andere middelbare scholen in Zaanstad te begeleiden. Dat noemen we vanuit de Paarse Vrijdagkrant, waar ik hoofdredacteur ook ben. En dat is heel belangrijk, omdat juist uit onderzoek blijkt dat scholen waar zo'n groep is, een groep aan LHBTI-leerlingen die met elkaar optrekken, die met elkaar zaken organiseren, dat zij zich fijner voelen, veiliger voelen op school. En daarvoor is zo'n regenboogweek en het hijsen van de regenboogvlag ook extra belangrijk, want je maakt het weer zichtbaar en je maakt het weer bespreekbaar. Ik was totaal ontredderd. Dit paste helemaal niet in mijn leven dat ik gay zou zijn. Ik ontken het. Ja, daar werd ik natuurlijk een beetje gek van en ook doodongelukkig. En ik weet nog het moment waarop ik voor mezelf besloot, dit kan niet. Ik moet voor mezelf kiezen. Blijkbaar is het zoals het is en het is goed. Dus die vlag die staat wel iets ook voor mij, maar zeker ook voor Zaanstad, dat ik er ergens voor kan staan en dat iedereen er mag zijn. Laat zien dat je voor vrijheid bent. Laat zien dat je mensen de keus geeft om te zijn wie hij, zij, hen is. En hang die vlag uit.